Zeer, 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 zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Linda Remes. Jawel, ik ben zeer vroeg wakker vandaag. En ik ben direct als sap achter mijn computer gekropen. Ik bedoel, voor de beeldscherm. Of anders kan ik niks zien. En ik ben dat beginnen te doen. Voilà. Het is mij wel nu deze keer aan het lukken. Het is voor de PC terug opnieuw te instellen. Dit kan het nog even duren. Dan moet ik nog mijn programma's terug opnieuw installeren. En al dus. Ik hoop dat het vandaag nog perfect in orde gaat geraken. Ja, zo niet, dan zitten we met een probleem. Dus ik heb die nu rustig bezig laten zijn. En dan hopelijk komt alles wel goed. Dus duimen, duimen, duimen. Dus doe een duimpje omhoog dat alles gaat lukken. Allee. En vergeet ook niet de tickets te bestellen van de 666-LAN. www.cyclotv.be. Daar vind je alle informatie terug van over de 666-LAN, die doorgaat op 12, 13 en 14 april 2024 in Antwerp Expo. Wil je kans maken op een van de gratis tickets? Ga dan naar www.cyclotv.be en daar klik dan op de 666-LogoLAN. En dan kun je daar via die logo kun je tickets dan bestellen. En wie weet maak je kans op een tweede ticket. Jawel, veel succes zal ik zeggen. Voilà, dat even ook terzijde tussen in mijn vlog. Dus ik heb ook niet zo goed eigenlijk geslapen. Ik heb wel maagpijn. Maar ja, komt wel goed. En ondertussen tijd zitten we op 41%, dames en heren. 41, 41%. Ik ga hem dus nu gewoon rustig zijn gangetje laten doen. En dan zien we wel wat de dag ook nog gaat brengen. Ik ga nu nog gewoon nog wat rust, want het is nog wel redelijk vroeg. 6:30. En dan op een dag waar ik eigenlijk kan eens uitslapen, dat ik niks op programma heb staan, dan ben ik nog eens zelfs vroeg wakker. Ja, en dat is niet goed. Dus ik ga nu nog even een klein ditje doen. Mijn computer gewoon rustig zijn gaan denk ik te laten gaan. De hoeveelste keer zeg ik dat nu al? Dus ik ga nu nog een ditje doen. Na een klein ditje te doen, jawel, nog. Is het mij aan het lukken? Jawel. Dit kan enkele minuten duren. Schakel uw PC niet uit. En dat gaat continu van. Dus het is mij aan het lukken. Dan nog de programma's daar nog op installeren. Dus het gaat nog even duren. Vooral dat ik echt mijn PC terug kan gebruiken. Ook om te renderen, noem maar op. Want de Logitech G19 toetsenbord moet ook nog de drivers van geïnstalleerd worden. Mijn muisdrivers nog geïnstalleerd worden. En dan ook nog Steam, Epic Games, Ubisoft Connect, Beta. GOG Galaxy. Ik ben nou aan het denken, hè. Welke dan nog? Ik denk dat dat alles is. Ja. Jee, ik zit er eindelijk op. Voilà, ze. Dames en heren, mijn nieuwe Windows is er. Voilà, ze. Ik ga nu nog wel alles wat installeren. En dan ga ik kijken wat ik nog kan doen, allemaal. Jojojo. Zo, kijkers. Ik heb goed nieuws. Vlog zit in de render op mijn nieuwe Windows. Messenger, dus wat heb ik allemaal nu nog gedaan? Ik ga ze even dus overlopen. Steam terug hergeïnstalleerd. GOG Galaxy hergeïnstalleerd. Ubisoft hergeïnstalleerd. Epic Games Launcher geïnstalleerd. AVS for You hergeïnstalleerd. EA Games geïnstalleerd.
Logitech, mijn toetsenbord G19 drivers geïnstalleerd. De Logitech G502 Heroes drivers geïnstalleerd. Ja, wat, ik heb al toch al een en ander nu ook al achter de rug. En ook Discord is ook al geïnstalleerd. Dus dat is ook al goed voor de komende Q&A. Jawel, en dames en heren, daar zijn ze echt ook nog goed aan het werken, Ginder. Jawel. Ze zijn daar ook weer een nieuw gebouw aan het zetten. Dat mogen ze altijd allemaal, hè? Allee. Ik ga nog even gauw een en ander nog gauw even iets doen. En dan, ja, dan ga ik nog zien wat ik nog vandaag nog allemaal ga doen. Yo, yo, yo. Ja, mensen, ik was even terug gaan liggen. En ja, ga liggen. Ik zat hier spelletjes op te spelen en ik heb de tijd uit het oog verloren. En wat merk ik toen ik terug even in mijn woonkamer kom? Mijn pc stond in slaapstand. Oké. Dat was dus nog altijd een vlog aan het renderen, dus geen enkel probleem. Die is nu nog verder aan het renderen, dus die zal nog wel nog tijdig kunnen online komen. Voilà. Ik ga nu mijn portefeuille nog zoeken. Want dat is het belangrijkste, want daar zit mijn rijbewijs in. Ik ga altijd met mijn andere rode jas, maar vandaag is het wat fris. En heb ik gedacht van, kom, ik heb mijn dikke jas aandoen. En dat heb ik nu ook gedaan. En nu ben ik mijn portefeuille eruit aan het halen. Voilà, ze. Portefeuille is eruit. En dan kan ik rustig gaan vertrekken. Even wat parfum nog op mij spuiten. Voilà. Ah ja. Ik heb mijn tanden al geboetst deze ochtend. Maar toch, ik heb toch in een sigaretje gerookt. Om toch nog wat een betere, frissere adem te krijgen. Ook om bij mijn ouders aan te komen. Nooit in slikken. Voilà. Nee, nooit inslikken. Dan ga ik ook mijn mama blij maken met de bakjes. Voilà. Die pak je dan ook nog allemaal mee. En dan ga ik eens vertrekken richting mijn ouders eerst en dan naar mijn schattige. Zo, hier aan het tankstation. Kijk eens, mooi op 15 euro's kunnen aftikken. Wauw, 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 wauw. Jawel, dat kan niet, dus niet, echt niet vaak. Hup, zet er weer. Thuis lang terug erin. Mijn dop erop. Voilà. En dan gaan we onderweg naar de haar mama toe. Dus ja, ik ga jullie even hier neerzetten. Hoi, hoi. Want ik krijg mijn sleutel er niet uit. Oké, voilà. Mijn camera nu niet vergeten. Voilà, en dan nog zelfs terug naar mijn auto's toe om mijn was toch te brengen. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, 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 yo. Ja, oké. Zo, de boodschappen ook gedaan. Terug thuis aangekomen. Vuile was ook naar mijn ouders gedaan. Nu nog, ze biedt nog één taak. Dat is OBS en Streamlabs nog installeren op in de computer. Dat moet ook nog altijd gebeuren. Voilà, ça. Lukt het, schat? Oké. Want ze hielp ik. Ah, dat is niet goed. Poging 2. Voilà. Ah ja, dan moet ik ook nog langs de buitenkant sluiten. Dus ik kan mijn kabinetje nog niet verlaten. Ja, want ik weet hoe ik die moet sluiten. Gaat dat ook zonder sleutel? Nee.
Ik weet hoe ik die moet sluiten, zei ik. Ah. Dan kan je wel met de deur gaan. Maar probeer dat eens te doen. Doe nu eens in, eerst. Nee. Nee, dat gaat niet. Kijk. Nee? Oh nee, jammer. Dat is wel jammer. Dat is beveiligd, hè? Ja. Naar welke kant? Naar de appartementskant. Dat is altijd de sluitingskant. En dan ga ik eens kijken, hè, als ik weer een post heb ontvangen. Die kan ik dan ook integraal in één keer mee naar boven nemen. Ah, ze gaat het open doen. Brrrt. Ja. Heel veel kadertjes. Oh, heel veel kadertjes. Ai, 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 ai. Glentje gaat weer al werk hebben. Wat is dat toch de laatste tijd, mensen? Wat is dat toch de laatste tijd? Oh, ja, ik heb hem mee. Oh, mijn gsm, ja. Oh, die ligt nog in de auto. Ja. De boodschappen, dus mee te nemen, maar nu. Ik wil teruggaan naar mijn auto. Ja, ik leg mijn gsm altijd op mijn dashboard. Dat ik daar niet aan ga. En dan als ik er niet aan ga, ja, dan vergeet ik die ook. Een goede thumbnail. Dimitri is zijn gsm in de auto vergeten. Ja. Dan terug naar de appartementskant. Voilà. Boodschappen begint wel echt zwaar te worden. En dan ben ik zelfs wel eens benieuwd van al die papieren. Al die papieren. Open doen. Terug sluiten. En hier op drukken. Ah, de lift is al. En dan op 1. Het begint zwaar te worden. Oh. Mijn boodschappen voor het weekend. Ik heb 30 sandwiches. 30 sandwiches! Woehoe! Maar niet allemaal voor mij alleen. Want dan krijg ik die allemaal alleen op. Oh, hier is het heerlijk warm. Lekker, hè? Ja, dat heb ik veroorzaakt. Want ik heb dat ook gezegd. Hopelijk is het zelfs goed warm als we terug zijn. Ze was blij. Zo fijn. Dan ga ik even mij nog bezig houden op de computer. Maar eerst nog de boodschappen uittasten. Dus zo, ik had jullie laten zien hoor. Dus dit zijn mijn papieren van, jawel, de post. Dus daar zit er een heel deel, hè? Mensen, een heel deel. Ik geef het u aan. De choco. Check. De volgende. De gsm. Check. Bliep. De koekjes voor mijn schatje. Check. De twee sandwiches, waar staat die van min 50% op? Die gaan we eerst opgebruiken, dus die ga ik even hier leggen. Deze gaat integraal de diepvries in. Check. Dat wou Chris toch niet? Oh shit, ja, pas beginnen. Ah, gaat erin. Voilà, check. De duvel. Check voor Chris. Oké, de volgende. Tomatenketchup, check. Salami zonder look, check. Zwamsausjes, check. En dat was het, hè. Check. Dat was mijn boodschappen. De salami... Nee, die zak heb ik ook nog gekocht. Die is gezien, moet je die ook laten zien. Ja, die heb ik dus ook gekocht als ook weer een waar. Ja. Hé, gewaar.
Plastieke staak. Check. Dat was een grapje. Oké. Voilà, dat hebben we dan ook weer gehad. Eens even kijken. Ja, de vlog is ook volledig gerenderd. Dat is goed. Nu denk ik, ik ga toch sowieso nog eens kijken. Ja. Die is gerenderd. Delete. Voilà. Dan naar Google Chrome. Studioverlichting aanzetten voor jullie ook. Eens even kijken. LAN party kalender. Eens even kijken als er nog leuke LAN partykes bij zijn gekomen. Dat is, eens even kijken. Accept. Oeh, UCLAN Rocket Edition. UCLAN Rocket Edition. Maart. Waar gaat dat door? Ja, in Wallonië. Ja, daarom dat ik er ook niks van afkende. Oké, dus daar gaan we niet naartoe. ZVLAN. Ja, daar ga ik ook niet naartoe. Nee. Meer LAN-parties. Sowieso naar 66LAN. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar. Dus kopen. Maar momenteel geen andere LAN-parties gaande in België of Nederland. Ik ga eens kijken als er een LAN-party kalender Nederland is. Evenementen, nee. Dus momenteel vind ik geen LAN-party kalender van Nederland. Ai. Oké, maar ja. Dat terzijde, dus we gaan sowieso naar 66LAN en okay. Ja. Jij ook? Niet als ik dit. Ja. Dus ik hoop dat er nog redelijk wat tickets verkocht geraken. Of doe een hele leuke donatie van €54. Dan kan er nog iemandje mee. En als er €54 donatietjes komen, kan ik ook misschien nog wel ticketjes weggeven. Wie weet. Nee, ik roep er niet om. Hè. Niet doen, hè, mensen. Dus het is een vrije gift altijd als je een donatie doet. Ik vraag daar ook nooit achter. Dankjewel. Dan ben ik zo eens even ook nog eens de nieuwskoppen zo eens even aan het doornemen. Zo op internet van het laatste nieuws. Hetlaatstenieuws.be. Wat zijn de nieuwskoppen? Als je like Lawrence 22 ziet hoe student Achiel 19 wordt aangereden en start reanimatie. Ik hield het hoofd koel, maar als het om een vriend gaat, slik je even. Dat is wel waar. Dat is wel duidelijk waar. Dit is geen stunt meer, maar een gorilla waarom Poetin nu zijn eigen dorpen bombardeert. Oei, is Poetin zijn eigen dorpen aan het bombarderen? Goed bezig, Poetin. Dat vind ik wel grappig hoor, zo'n grappige titel. Voor de rest is er niet zo echt nieuws. Eens even kijken wat er op Facebook nog te beleven valt. Misschien nog met een leuke quote dat we nog gaan tegenkomen. Wacht, we made it, Roy. We made it. Sst. Oké. Dat is over deze afbeeldingske. Ja, oké. Dan wil ik ook nog wel eens een leuk gedicht voorlezen. Even kijken. Leuke gedichten toepassen. Eens even kijken. Weet je wat? We gaan een
familiegedichten. Ik ga ze een familiegedicht eens voorlezen. Voilà. Een familiegedicht. Mijn kleinzoon. Hij telt. Dat is de titel. Hij telt van 1 tot 10. Hij telt tot 100.000. Hij telt tot 100.000 miljoen biljoen. Oneindig kent hij niet. Zijn grenzen zijn nog niet gelegd. Nog weet hij niet van eindeloos verdriet of menselijk zorgen in het verschiet. Nog niemand heeft hem dat gezegd. Hij telt maar voor mij telt hij oneindig. Voor mij zal hij altijd blijven tellen, maar wie zal hem dat nog vertellen? Na 100.000 miljoen biljoen jaren. Deze tekst kwam van RDCDKX. Oké, dat was dus, ja... niet zo echt een leuke gedichtje. Dan gaan we eens een leuk liefdesgedicht. Daar kan ik ook wel eentje van nemen. Een liefdesgedicht. De titel is wel een hele rare titel. Ik heb een leuk vriendinnetje van 68 jaar. Ik heb een leuk vriendinnetje van 68 jaar. Ik heb een leuk vriendinnetje van 68 jaar. Amai, dat zinnetje staat daar 3 keren, hè, mensen. Ik zeef er niet, hè. En ik ben 72, dus het is zonneklaar. Het valt niet te ontkennen, ook al doet het wel wat pijn, dat we niet meer de jongste, oftewel bejaarden, zijn. Maar Albert Einstein zei het al. Alles is relatief. En ook al zijn we af en toe een beetje old en stief, de liefde maakt weer jong van hart en in een ommezien is zij een jongen daarmee en ben ik weer 19. Deze is geschreven door... Dat staat er niet bij. Nee, staat er niet bij door wie dat het is geschreven. Dus ik hoop dat jullie van de gedichtjes ook hebben genoten. Ik ga nog even een paar installaties doen op mijn computer. Voor terug te kunnen livestreamen, noem maar op. En ook mijn Q&A te kunnen opnemen. Hè. Tot later allemaal. Zo, na een teststream van Supermind. Dus ik heb het weer al helemaal vanaf nul moeten herbeginnen. Ben ik nu lekkere frietjes aan het bakken. En het frituren. Eerst op 175 en dan op 190 graden. Nu moeten die tot 22 na erin blijven liggen. Ik ben nu ook nog de keukenrol aan het zoeken. Zie je, als je erop fluit, dan komt hem. Dan komt hem. Wat doe ik dus? Ja, dus... Hup. Ene keer. En dan 2 keren. Voilà. Dan kunnen die frietjes hier mooi in. Daarna... ga ik ook nog 2 borden uithalen. Om te kunnen eten. Voilà. Daar komen dan onze frietjes dan op en ook onze frikandellen. Deze is voor mijn tomatenketchup. Deze is voor mijn curryketchup. Twee tasjes, oké. Dat is dit, hè? Oké. Okay. Ah, maar 1. Oké. Okay. Dus dan staat ook al klaar. Dus dan kun je dat zelf eens mooi dekken op tafel. Voilà, dan gaat die 1 terug. Wat hebben we dan nog nodig? Ah ja, bestek. Is 22 na al voorbij nog niet? Dus bestek hebben we nodig. Voilà. En dan nog de ketchup, zeg. Holy shit.
Ah, de curryketchup staat nog op tafel, dat is goed. Dan heb ik nog tomatenketchup nodig, die open is. Ja, en dan nog de deze, de kleine versie. Voilà. Is het 22 na, schat? Bijna. Je staat op de kamer. Ik zag hem niet staan. 22 na. Ja. Voilà, nu kunnen die frietjes er even naar terug eruit. Nu moet de frietvet tot 190 graden terug opwarmen. Dus dat is nu al zonnekleurke. En dan nog lekker zelfs nog goed bruin aan. Als dat leesje uit is, dan hup erin. Dan even weer al wachten, 4 minuutjes. Dan is het klaar. Dan gaan de frikandelletjes erin. Voilà. Niet snel, maar kunnen we niet aan de tv iets kijken terwijl we eten? Daar is die tafel voor mij te laag voor. Nee. Dan moet ik de tv wat draaien? Nee, daarvoor. Nee, oké. Zwijg. Praat tegen je vrouw kan. Ja, oké. Dus... Ik ben nu aan het wachten tot de lampen uit is. Dan ga ik al een en ander nog doen. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Jojojo. Zo mensen, na lekker gegeten te hebben, ga ik toch nog eens een livestream doen. Ik ga dus... Supermind slaat redelijk goed aan, dus we gaan dus... verder de Supermind gaan uitbreiden. Voilà. Dus dan moet ik ook nog een en ander ook nog altijd klaarzetten. Starting soon. Go live. Alles wissen. En dan krijg ik zelfs ook een melding dus dan op... zeg het. Help. Op mijn gsm. Zo was het, ja. Ze kunnen mij dus nog altijd niet horen. Dus als we live gaan, zet ik ook altijd een nieuw muzieksknop. Valessa. De nieuwe muziekje staat ook al aan. Is nu dus aan het bollen. Tot ik klaar ben met alles. Voilà. Maar ja, dus dan weten jullie dat opnieuw in de livestream. Yay! Voor jullie. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Mijn supermeisje is toch nog altijd nog niet zo groot, hè, mensen. Oh, 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 oh. Hoe ben ik al moe, man? Hé, mensen, en dan nog iets... Iets buiten doen is een no-go. Van kijk dat eens aan, man. Wat een weer. Wat een weer, mensen. Daar ga ik niet in. Maar de bomen staan wel mooi al in bloei. Dat moet ik wel al eerlijk toegeven. De bomen staan wel mooi in bloei. En ik ben er wel. Hè. Zijn er. Hè. Nee, ik heb al koesjes voor haar gekocht, maar niks voor mij, voor de snoepen. Dat is goed. Dat is heel goed. Dan val ik af. Ja. Ik wil eens weten hoe het zit aan deze kant. Van het gebouw. Ja, ook weinig goed. Ook alleen maar slecht weer. Ja, als het ene keer slecht weer is, is het overal slecht weer, hè, Dimitri. Dat is wel waar. Maar ik ga sowieso ook al één ding, ook jullie dankbaar al zijn voor bepaalde dingen. Hoe moet ik het zeggen?
voor de, naar mijn livestreams te kijken, daarop te reageren en al. Ik kreeg ook meer en meer positieve feedback ook terug van van Discord, dat Discord toch weer al wat plezanter is geworden. Dus en dat doet me deugd. Dat doet me echt 100% deugd. Ik ga zo eens even kijken welke games dat er deze weekend weer al te rapen vallen. Daar spring ik altijd op. Eens even kijken welke games dat het van deze keer zijn. Dat ik het niet weet. Dus er werd een vraag gesteld waarom dat er bij de streamers geen Psycho TV staat. Dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je eens aan 66 landen zelf vragen. Eens even kijken op Epic Game is de. Ik ben Epic Games nu aan het openen. Invisible Prisons Atom Eve in promotie. Dat is dus de I. Dan moet ik hier ook weer al mijn dingen ook weer al aanpassen. Dus van Epic Games. Dus dan de I gebruiken. De I. Hier ze. Voilà. Dat is naast nieuw. 22-03. 2023, dan kan ik dat allemaal zo wat perfect zo wat bijhouden van wanneer dat ik wat ik wat heb gekocht. En dan ga ik het jullie direct ook laten zien wel voor game dat dat is. Dat is zo deze game. Dat is een game van 18 jaar precies. Oké, het is zo precies zo meer een animatie-game-achtig. Dus nu klik ik op Get. Loading your order. Upset re. En ik heb weer al een nieuw spelletje. Yay! Dan gaan we nog de volgende kopen. De volgende is. Ook weer op bij Epic Games. Call of the Wild. Angeler of zoiets. Ik ga het jullie ook direct laten zien. Allee. Oké. Dat is blijkbaar een visgame. Voilà. Deze ga ik dus nu ook nog gaan aankopen. Valassa. Dan doe ik dit. Copy C. Dus dat ik het ook heb gekocht. Dus bij Epic Games. Dan moet ik hier dan weer al terug gaan. Dus thank you. Valassa. Ik heb weer al een spelletje bij in mijn library. Dus zo heb ik daar eens een keer meer games. Dat was dus de C, hè. Call of the Wild. Call of the Wild. Voilà, dan ga ik even jullie terug neerzetten. Nieuw 22-03-2024. Voilà, dus als je datum ziet op Discord, dat betekent dat ik die games op dat moment heb aangekocht.
En dan heb je nog de GOG GOM. En daar is Book of Demons gratis om te spelen. En daar ben ik het nu aan proberen in te loggen. Sign in. Als ik nog weet wat mijn loginnaam is, dan ben ik wel heel blij. En mijn paspoort natuurlijk ook. Ja, dat is hem ook nog geworden. Ook nog. Hoe noemt het dat spel? God, ja, dat moet ik dan ook nog zien te vinden. Nee, ik ga het toch nog eens zo eens moeten doen. Go to the giveaway. Ah, hier staat hem. Oké, hoe zet ik die dan nu in mijn GOG Galaxy Library? Dat ik het zelf dus niet weet. Dat is een... Zo gelijk... hoe moet ik het zeggen? Oh, ik weet niet hoe je zoiets noemt. Zo'n game. Een... wacht eens even kijken. Een action role-playing fantasy game. Oké, eens even kijken als ik het hier ook dan zo kan vastkrijgen op dit hier. Discovery? Nee. Home? Misschien daarop, als ik daarop klik. Ja, hier. Add to the library. Yay! Voilà, die staat er ook dan tussen. Book of Demons. Dus... Dan moet ik dit ook weer gaan aanpassen hier. GOG Games. Eens even kijken als dat deze lijst is. Ah, Epic Games? Nee. Dan heb ik hier ook weer zo'n waslijst. En dan moet ik naar de B gaan. Book.